Hoi iedereen, ik heb voor jullie vandaag de Instagram tag. Want ik was gewoon bij andere beautybloggers aan het volgen. En ik was gewoon overal aan het kijken met Instagram en alles. En op een gegeven moment vond ik bij iemand de Instagram tag. En die wou ik dus voor jullie gaan doen. Ik heb hier de vragen allemaal, dus laten we maar beginnen. Vraag 1. Wat is je Instagram gebruikersnaam en waarom? Mijn gebruikersnaam is... hashtag Graanskeklas. En waarom ik die naam heb gekozen is voor mijn blog. Omdat ik daar wel eens wat foto's post. Dus ja. Hoeveel foto's post je gemiddeld? Nou, ik heb niet veel foto's omdat ik niet veel foto's maak. Omdat ik te druk met andere dingen bezig ben. Maar ja, zo gauw kan maak ik wel een foto. En die zet ik dan natuurlijk ook online. Dus ja, gemiddeld per week. Ik heb er nu 3 in een week. Dus iets van 3 of zo ongeveer. Maar het worden meer, want ik wil meer foto's gaan maken. Dus ja. Laat je favoriete Instagram foto zien. Ik denk dat toch wel deze van mijn blog, van mijn trouwjurk is. Jullie kunnen het niet goed zien. Oh, ik weet niet waar we zitten met de camera. Maken. Die. Ik denk toch echt wel dat dat mijn favoriete is. Dus ja. Laat je Instagram foto's zien met de meeste likes. Waar heb ik? Ik heb volgens mij nog geen 1 like. Nee. Ik heb nu nog geen likes, maar ik kom ook pas dat ik een pas heb. Of tenminste, ik had hem wel eerst. Alleen, die heb ik helemaal moeten verwijderen omdat er iets mis was. Dus ik heb nu weer een nieuwe. En op die andere had ik meer likes. Welke apps gebruik je in combinatie met Instagram? Nou, ik gebruik geen. Ik gebruik meestal gewoon het spullen van Instagram zelf. En ja, ik moet even kijken of ik nog meer dingen wil gaan toevoegen voor mijn Instagram dingen. Dus ja. Ja, dus ik gebruik op dit moment gewoon geen. Dus er kunnen altijd nog wel wat meer worden. Dus ik zeg niet. Dat ik helemaal niks doe, maar oké. Welke celebrities volg je? Nou, ik weet niet of dat alles onder valt. Maar ik heb meestal, ja, eigenlijk gewoon de beautybloggers. Ik heb, en trouwens Food Gloss. Dus laten we maar beginnen. Ja, Food Gloss. Ik heb Life Splash, dus Jamie. Ik heb Lotte Loves, dus Lotte. Dus eigenlijk gewoon Lotte Loves Beauty. Beauty Gloss, dus Marcia Vierkstova. Tasca de Schepper. Ja, Tasca dus. Today's Beauty. En Vera. Van Vera Camilla. Die volg ik nu. En ik moet even zoeken of dat ik nog meer kan vinden. Want ja, ik hou gewoon van mijn beautybloggers. Dus ik volg ze ook heel graag. Ik denk dat ik ook Serena nog even ga toevoegen. Maar ik weet niet. Dus ik moet nog even kijken. Welke Instagram filter gebruik je het meest? Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Dus ik ga... Ja, ik weet het echt niet. Omdat ik ook, ja, zal ik zeggen, ook nooit in het begin wat met Instagram deed. Nu wel wat meer. Dus ja. Welke hashtags gebruik je het meest? Nou, die weet ik eigenlijk niet. Omdat ik het ook nog niet heb gebruikt. Maar ik denk, als ik wat meer met anderen samen ben, andere beautybloggers. Dat dan wel vanzelf komt. Dus ja, dat komt nog wel. En dan zou ik jullie ook gerust op de hoogte houden. Laat je laatste Insta video zien. Nou, ik heb nog geen video online gezet. Dus dat kan ik ook niet laten zien. Welke dierenaccount volg je? Ik volg geen. Welke grote bedrijven volg je? Of gewoon bedrijven? Nou ja, Marcia heeft eigenlijk wel een bedrijf. Want dat is haar eigen werk. Van Vera ook. Dus die twee. Maar of dat ze vallen weet ik niet. Dus ik zeg nou eigenlijk ja, niet bepaald wat. Ja, van de rest weet ik niet. Maar ik weet ook niet of dat ik dat stel. Maar in ieder geval. Ja, dat weet ik dus niet. En dan hier, hoeveel
familieleden heb je op Instagram? Geen. Maar ik heb wel één vriendin. Want dat is ook gelijk de eerste die me heeft toegevoegd. Omdat die weet. En dan wil ik nog iemand toevoegen, weet ik vanaf net. Maar een van mijn beste vriendinnen volgt mij nu. En dan gaat nog een andere vriendin van mij gaat, ja, zal ik maar zeggen, mijn kanaal volgen. Dus, en jullie mogen altijd trouwens ook mij volgen. Ik ben super blij als jullie mij gaan volgen en alles. En ik denk ook sowieso, want nu op dit moment, omdat ik deze video opneem, heb ik maar 3 dingen staan. Maar er worden natuurlijk meer. Dus, ja. Ik zou zeggen, volg mij op Instagram, op mijn blog en natuurlijk op YouTube. Dus vergeet vooral niet te abonneren. En ik zeg daarbij ook tot de volgende keer. Doei!